veel te lang geleden sinds er mijn vorige video online stond. Maar ja, ik ben weer terug. Dat wel gewoon een simpele reden. Ik had tentamenperiode, heel druk. En nu is de transferperiode weer een stukje dichterbij en is het weer heel leuk om al die geruchtjes te bespreken. Komende weken de heel veel transfervideo's. In januari begint de transferperiode sowieso weer. Dus hopelijk heb je er zin in. Abonneer op Twinity, zou je me enorm mee helpen. Doe even een blauwpje omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oh, jullie hebben Stad Select. En het Team of the Year komt eraan. Het is bijna kerstmis. Wil je nog een klein kerstcadeautje kopen online? Die je meteen in je mailbox hebt zitten. Kan dat bij Stad Select? Je kan via mijn code die in de beschrijving staat dan ook een kleine korting krijgen bovenop jouw aankopen. Je krijgt er alle tegoeden voor je PlayStation, Xbox, noem maar op. Team of the Year komt eraan. Ai, best een makkelijk cadeau om iemand een kleine code voor kerst te geven. Laten we beginnen vandaag met Guus Thiel. Hij valt natuurlijk best wel op sinds de periode bij Feyenoord, doet het daar enorm goed, speelt altijd in de basis. En dat valt ook in het buitenland op. Meerdere Premier League ploegen zouden Guus Thiel graag willen hebben, maar dit kan natuurlijk niet zomaar. Ja, kijk, Guus Thiel is eigenlijk nog altijd gewoon eigendom van Spartak Moskou. Spartak heeft het recht om Guus Thiel terug te halen. Daarvoor zouden ze wel geld moeten betalen. En de enige reden als ze dit zouden doen, is omdat ze dan zekerheid zouden hebben dat ze Guus Thiel ook wel door zouden kunnen verkopen. Maar ik denk dat nog een belangrijkere stap in dit verhaal is, wat wil Guus Thiel zelf? Ik geloof dat hij op zijn plek zit bij Feyenoord, dat hij wel graag wil blijven. Dus ik verwacht niet heel snel dat deze transfer gaat gebeuren. Dat er interesse is, dat weten we. Vanuit echt wel een stuk of 5 Premier League ploegen worden er ondertussen genoemd. Everton, Wolverhampton, Southampton werd ook genoemd. Dus op zich, als hij zou willen, kan hij die overstap maken. Maar ik verwacht niet dat hij dat gaat doen deze winter. Pierre-Emerick Aubameyang zit in de mut bij Arsenal. Werd uit de selectie gezet, allemaal problemen, noem maar op. Nou, doet er niet toe. Ik verwacht eigenlijk nou wel dat hij gewoon weg zal gaan. Zit de afgelopen wedstrijd niet meer in de selectie. Toevallig heeft Arsenal al die wedstrijden gewonnen. Is zijn aanvallersband kwijtgeraakt. Dus het is klaar, denk ik. En waar gaat hij dan naartoe? Nou, dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hij is 32 jaar oud. Is niet meer op het top van zijn kunnen. Maar was ooit een enorm goede voetballer. Hij heeft een contract tot 2023. Dus misschien kan Arsenal nog wel iets van geld vervangen. Ik verwacht dat Aubameyang naar of Barcelona of naar Juventus zal gaan. Dat zijn momenteel de twee ploegen die het meest genoemd worden. En ik ben benieuwd welke van die ploegen, ja, waar hij voor gaat kiezen. Ik denk achteraf dat hij misschien niet heel blij is geweest met zijn overstap naar Arsenal vanuit Dortmund in 2018. Misschien had hij toch beter naar een andere ploeg kunnen gaan, maar die nog een paar jaar echt het beste uit zijn carrière had kunnen halen. Was ook een beetje een ongelukkig moment voor hem om in te stappen bij Arsenal. Ik verwacht wel dat we deze winter al meer ervan gaan horen waar Aubameyang nu naartoe zal gaan. Want ja, hij zal niet heel lang stil blijven zitten als hij niet mag spelen bij Arsenal, toch? Christian Eriksen, zijn contract is deze week officieel, ja, verscheurd kan je eigenlijk wel zeggen bij Inter Milan door regelgeving in de Serie A. Waar Eriksen niet mag spelen met zijn defibrillator die hij voor zijn hartproblemen heeft. Enorm sneu voor hem en ik verwacht eigenlijk dat Eriksen nog wel toch wil doorvoetballen. Hier is nog niet echt een heel zeker statement van hemzelf gekomen. Maar ik verwacht dit gewoon puur en alleen omdat hij nu weer aan het meetrainen is en zijn conditie op peil houdt. Dit kan je natuurlijk ook gewoon voor jezelf doen, maar dat verwacht ik niet. Ja, weten we hier al meer van? Nou, op zich wel iets. Hij zou al meerdere aanbiedingen gekregen hebben, niet van Ajax. Dat is wel wat we weten, goed om te zeggen. En eigenlijk ook wel logisch, want wat moet Ajax nu met Eriksen? Ze hebben op die positie al Berghuis en Klaassen staan die daar kunnen spelen. Zijn al voor deze transferperiode bezig met een aantal andere spelers waar we dadelijk op uitkomen. Dus eigenlijk is het logisch dat ze niet zo'n, ja, toch misschien wel onzekere speler bij de selectie halen. Want voor hetzelfde geld kan die niveau gewoon niet meer halen, weet je. Het is enorm lullig voor hem, maar het is wel het ding. Ik verwacht dat Premier League ploegen misschien nog wel zullen proberen Eriksen te krijgen. Laagvliegers in de Premier League. En daarnaast speelt hij nu mee bij Odense. Club uit Denemarken, waar hij ook officieel vandaan komt. Daar traint hij nu. En het zou voor hem wel misschien het makkelijkste zijn om daar gewoon een contract te tekenen. En daar gewoon nog een paar jaar mee te voetballen. Als hij dat graag wil, maak daarmee ook zijn ploeg blij. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel de beste optie voor nu voor Eriksen is. En als hij dan nu gewoon een goed half jaar speelt en blijkt dat hij het niveau nog hartstikke goed allemaal aan kan. Prima, kan hij dan in de zomer nog altijd een overstap maken. Maar ja, het is nog altijd maar de keuze wat wil Eriksen zelf. Luc de Jong, ja, speelt natuurlijk nog altijd bij Barcelona. Ik ben benieuwd wat met hem gaat gebeuren. Is natuurlijk uitgeleend van Sevilla. Barça wil hem graag terugsturen naar Sevilla. En Sevilla die hoeft hem in principe ook niet per se te hebben. Een beetje lullig. Maar Fenerbahce zou de oplossing kunnen zijn in het hele verhaal. Zij zouden namelijk Luc de Jong voor een half jaar willen lenen. Vanaf
Barcelona, nou ja, vanaf Sevilla, dat moet dan onderling met die drie clubs geregeld worden. Ik denk dat Sevilla het allemaal wel prima vindt, want ja, bij Barcelona gaan ze hem toch niet zien spelen. En ik denk dat het voor Luc de Jong in Turkije misschien ook wel een leuke competitie is. Ik denk dat een spits als Luc de Jong daar best wel veel kan scoren. Antoine Rudiger, dat blijft een interessant verhaal. Al heel vaak besproken ondertussen, of ja, wel best vaak. Maar ik verwacht dat de kans er altijd aanwezig is dat hij weggaat, zoals heel veel mensen dat verwachten. Hij is misschien wel op de top van zijn carrière momenteel. En hij wil meer geld verdienen bij Chelsea, wat hij niet gaat krijgen. En als dat zo blijft, dan is de kans aanwezig dat hij weggaat. Op dit moment is de meest vooroplopende ploeg om hem te contracteren Real Madrid. Maar veel meer ploegen worden genoemd, van Bayern München tot Barcelona. Als Real Madrid momenteel de meest logische ploeg is, dan ja, staat hij nu in beeld. Logisch. Maar ja, Rudiger is gewoon een hele betrouwbare verdediger die iedere ploeg al kan gebruiken. En het zou heel mooi zijn voor Real als ze hem gratis kunnen halen aankomende zomer en deze winter al kunnen vastleggen met een voorcontract. Kijk, voor Rudiger is het natuurlijk ideaal. Hij weet dat Chelsea veel geld heeft. Hij weet dat veel ploegen hem willen hebben. En Chelsea moet hem gewoon veel meer geld gaan aanbieden. Ik ben benieuwd of ze dat gaan doen. Als ik Chelsea was, zou ik dat zeker weten wel doen. Dan even wat Ajax nieuws. Om te beginnen met Bergwijn. Ja, vorige video zat hij ook. Bergwijn en Blobby, dat zijn toch wel de twee namen voor de wintertransferperiode van Ajax. En ik denk dat de kans aanwezig is dat ze beide komen. Ja, kijk, laten we beginnen met Bergwijn. Speelt natuurlijk nu bij Tottenham, speelt niet echt heel veel meer. Vooral sinds Mourinho daar aangesteld is. Wat zeg je nou? Sinds dat Conte speelt, is nu trainer. Maar nee, sinds dat Conte daar is, speelt hij eigenlijk helemaal niet meer. Dus voor Bergwijn zou het een logische overstap zijn om naar Ajax te gaan. Laatste 16 van de Champions League zit je lekker bij. Je wordt waarschijnlijk kampioen van de Eredivisie. Ik neem dit trouwens op tijdens de klassieker. Als Ajax nu verliest, heb je niks gezegd. En ja, dit is maar een huurperiode. Ik denk dat Tottenham ook alleen maar met een huurperiode akkoord zou gaan. Dus, dikke prima. En daarnaast even snel Brobby. Niet heel veel ontwikkelingen in. Ik denk dat hij zelf nog altijd wel graag terug wil. Had denk ik wel iets meer speeltijd verwacht bij Leipzig. Staat ook op de lijst met spelers die uitgeleend mag worden. En voor Ajax zou het een leuke extra aanwinst zijn voor achter Haller. Maar heel veel meer dan dat zie ik Brobby ook niet echt worden voor Ajax. Dan Masraoui. Bij Masraoui is het een beetje ingewikkeld. Er is een gesprek geweest tussen Mino Raiola en Laporte, geloof ik. Over Mino Raiola, of over Masraoui. Maar er zijn ook meerdere spelers besproken in dat gesprek. Dus er kwam meteen heel veel nieuws dat Masraoui naar Barcelona zou gaan. Dat klopt niet per se. Er is niks concreets. En het zou ook raar zijn, want ze hebben natuurlijk ook al Serginho Dest. En ze hebben Dani Alves net aangetrokken. Niet dat Dani Alves heel veel gaat spelen. Maar ik zou het toch een aparte aankoop vinden. Wat wel zo is, en dat maakt het misschien wel interessant voor Barcelona, is dat Masraoui een aflopend contract heeft en dat hij die tot op heden niet lijkt gaan bij te tekenen bij Ajax. Waardoor Ajax dit seizoen niet alleen Masraoui, maar ook Onana transfervrij misschien wel de deur uit gaat zien lopen. Dat zou best wel taai zijn voor Ajax. Ja, en ook daarover als allerlaatste André Onana, die transfer lijkt nu gewoon onderin rond te zijn. Ik kwam deze week weer naar buiten. Dat het mondeling akkoord nu echt weer een nieuwe stap verder ontwikkeld zou hebben. En dat hij waarschijnlijk deze of volgende maand al een voorcontract bij Inter gaat tekenen. Meerdere ploegen waren geïnteresseerd tot op heden. Maar Onana gaat gewoon naar Inter Milaan toe. Wat naar mijn mening de beste keuze is voor hem inderdaad ook om te maken. Hij zal dat waarschijnlijk wel misschien maar meteen ook in de basis gaan spelen van het volgende seizoen. Voor Ajax echt heel zuur, hè. Niet alleen Masraoui, ook Onana dus eigenlijk weg voor niks. Dus we Masraoui echt wel tussen de 10 en 20 miljoen makkelijk hadden kunnen krijgen als ze zijn contract konden verlengen. Ja, weet je, qua posities in het elftal, we horen heel snel dat Ajax geïnteresseerd zou zijn in Dean Henderson. Bleek onzin te zijn. We weten dat op rechtsback kan ook Rens spelen bij Ajax. Ik denk niet heel erg dat ze deze twee spelers zullen missen. Masraoui meer dan Onana natuurlijk momenteel, maar ja, we gaan het zien. Dit waren alle transfers voor nu. En er komen snel weer meer transfervideo's aan. Dat kan ik je absoluut beloven. Jongens, blijf geabonneerd. Doe een blauwe duimpje omhoog. Video's komen in overvloed aan de komende weken. Dus hopelijk vond je het leuk. En zie ik jou de volgende keer weer terug. De ballen.